Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 28 september. Sta op en ga vooruit met God. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 5, vers 8. Jezus zei, sta op en pak uw lichtmat op en loop. In Johannes 5 staat een verhaal over een man die, naar mijn mening, representatief is voor veel mensen die weigeren te veranderen. Tijdens een Joods feest in Jeruzalem bezocht Jezus het Bethesda badwater waar zieke mensen bijeen verzameld waren, hopende dat ze genezen zouden worden. Een van de mensen die op genezing wachtte was een man die al 38 jaar kreupel was. Toen Jezus hem zag, vroeg hij of hij gezond wilde worden. Voor mij geeft het antwoord van de man ons aan waarom hij gedurende die 38 jaar niet genezen was. Hij zei, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat de man zijn verantwoordelijkheid niet nam. Zijn tweede probleem was dat hij anderen de schuld gaf. De man zei, terwijl ik probeer in het badwater te komen, is een ander al voor mij in het water. Hoe reageerde Jezus hierop? Hij had geen medelijden met hem. In plaats daarvan zei Jezus, sta op! Neem uw lichtmat op en ga lopen. Om veranderingen te laten gebeuren in je leven, mag je geen gevangene zijn van je omstandigheden. Weet dat God bereid is om je vandaag te helpen. Het enige wat jij moet doen, is besluiten om Hem te vertrouwen, op te staan en actief te streven naar de vrijheid die Hij je geeft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil geen slachtoffer van mijn omstandigheden zijn. Ik wil veranderen. Ik ontvang uw kracht en uw vrijheid vandaag. Ik geloof dat een echte verandering kan plaatsvinden in mijn leven als ik met u wandel. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.